Ja, die zijn echt heel gaaf. Tada. Mooi? Ja. Ja, super. Hey Tessa. Hi. Ik wil heel graag nieuwe laarzen. Ja? Heb je al bedacht wat je mooi vindt? Ja, ik vind die mooi. Zoiets van de Nero? Ja, ja, zijn wel hele mooie laarzen. Ja. Ja. Deze laars van de Nero, denk ik voor jou heel leuk. Kan ja, je zelf helemaal samenstellen. Oh, dat vind ik echt ja? Als jij moet kiezen, wil ik bruin, blauw, zwart? Ja. En je moet kiezen, wil ik dat genervde leer of glad leer? Sowieso glad. Glad leer. Met vetertje of zonder vetertje? Met of zonder lakrandje? En dezelfde kleur stiksels als de laars of contraststiksels? Nou, en dan verder kan je hier een keuze maken wat je mooi vindt voor als jachtkapje. Kijk, zie je? Best veel, hè? Wacht, ik maak er even een foto van. Oh ja, dat mag ook. Ja. Dan kan je thuis rustig bedenken wat je wil. En als je dan maar mee terug... Ik vind deze, dus die ja, dat is die. Ja? Heel gaaf. Maar deze ook wel leuk, maar die is weer wat, en dat is wat donkerder. En dan kies je van dat lak, kies je dan welk randje. Oh, sowieso deze kleur. Ja, ook rond. Maar wil je deze laars niet? Wat is jouw maat? Ik weet vast niet, ik wil die laars niet. Nee, dus je maakt eigenlijk een keuze voor het lakrandje en voor het jachtkapje. Dan kan je hieruit kiezen. Ja. Dan gaan we je helemaal opmeten, al je maten nakijken. En dan gaan we ze bestellen. En dan duurt het ja, ongeveer 8 weken voordat ze binnen zijn. Ja, oké, okay, ga. Maar rustig nadenken. Maar mijn voeten kunnen nog wel onder. Ja, gaan we ze een klein beetje ruimer nemen. Oh, dus in het begin leggen we dan toch een extra zooltje erin. Of een beetje een dikke sok. Hè, dat je er ook nog even in vooruit kan. Nemen ze iets wat aan de hoge kant. Misschien een klein hakje erin. En dat je gewoon zeker weet dat je daar een paar jaar mee kan doen. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik ben op weg naar de Horstor. Want die zit daar omhoog. Want het is vandaag de dag dat mijn De Nero laars worden opgemeten. Ik ben echt super blij, benieuwd. Ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor, omdat ik gewoon echt heel erg blij ben. Ik ben benieuwd. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Heb je er zin in? Heel erg. Ja? Nou, dan ga ik je helemaal opmeten. Gaan we nakijken wat voor laarzen je precies wil. En dan gaan we ze helemaal zelf samenstellen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, hè? Oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar het setje. We beginnen met opmeten. Ja. Zoals je ziet met De Nero heel veel standaard maten. Ja. En één van deze maten ga je vast passen. Ja. En we gaan even stukjes hakken. We beginnen bij je voet, dan gaan we naar je kuit en dan naar de hoogte. Kan je vast iets laten doorpassen, maar ik heb gewoon niet altijd in al deze maten staan. Ja. En dan kan je hier gewoon een beetje voelen wat bij jou past. Ja. Het formulier. Het formulier. En de laars. De laars. Nou, Tessa, je hebt gekozen voor het model Tricolore Salentino. Dat is eigenlijk een hele mooie kalfsleren laars die je binnen een bepaald bedrag helemaal kan zelf samenstellen. Wat je kan kiezen, bruin, blauw of zwart, gladleer of genervleer, wel of geen vetertje, wel of geen neusje en eventueel een randje daarachter. Hier dit randje en het jachtkapje. Ja. En de kleur van de steentjes. Ja. Ja, maar dat doen we als laatste. Wil jij gladleer of genervleer? Gladleer. En heb je nagedacht over welke kleur? Bruin, blauw of zwart? Ik zat eerst over na te denken om... ik zat twijfel tussen zwart en blauw. Ja. Maar ik denk dat ik toch voor de zwart ga. Ja. Blauw is ook mooi, maar zwart is natuurlijk makkelijker. Hè? Ja. Ook al voor je wedstrijden kleurt gewoon makkelijker hè? Bij cap, jasje en dat soort dingen. Ja, maar cap en jasje zijn blauw. Die zijn blauw, ja, dan kan het alle twee. Ja. Of moeilijk te maken. Ja. Maar goed, maar zwart is misschien makkelijker. Ja. Ja, zullen we daarvoor kiezen? Oké, okay, dus we gaan ervoor. Glad leer en het zwart. Dat is één. De stiksels. Zoals je ziet bij deze laars zijn de stiksels contrastkleurig. Nou, dat is natuurlijk super leuk, maar het is wel een beetje moeilijk dat het sneller vies wordt en dat je heel secuur moet poetsen. Ja. Dus ik weet niet wie met jou thuis de laarzen poetst. Ik zelf en mijn moeder af en toe. hoe moeilijk wil je het de poetser maken? Nou, dan doe ik het liever zwart. Zwart gewoon doen? Ja. Ja. Helemaal goed. Zwart. Wel of geen vetertje?
kan je kiezen. Wel een vetertje. Ja, zo groot. Met vetertje. En dit is het teenkapje, dus zeg maar dat randje. Mooi. Is ook leuk, hè? Want als je hem weglaat, dan kan je ook niet een randje erachter kiezen. Dus we doen ook met teenkapje. Oké. Wat we nu gaan kiezen, zijn dit jachtkapje. En een kleurtje voor dit randje en dit hierachter. En dat kan je natuurlijk ook mooi op elkaar afstemmen. Ja. Dit is moeilijker kiezen, het jachtkapje. Dus daar gaan we mee beginnen. Ja. Dan ga ik eventjes de kleurenstaal erbij pakken. Ja. Misschien vorige keer al laten zien, maar binnen dit model zijn dit eigenlijk de keuzes voor het jachtkapje en voor de randjes. Ja. Heb je al iets gezien wat je mooi vindt? Ja. Ik heb hier het ook in het echt. Dan vind ik deze en die. Oh ja, oké. Okay. Nou, binnen dit model. Oh, en dit ook. Ja, dat is heel duur. Deze en deze. Zijn degene die hier ook staan. Zie je, dit is deze. En die is die. En die is ook degene die hier op de laars zit. Ja. Dus daar kan je het ook wel goed aan zien. Nou, jij moet kiezen. Dus ga je voor iets zachter roze of iets meer fuchsia? Ik denk dat dan het lichtroze mooier vindt. Ja, hè? Zoals bij jij. Ja, je had deze al gezien. Daar was je volgens mij gelijk verliefd op. Ja, ik vond het jammer dat hij niet in mijn maat was. Ja, je moet even geduld hebben inderdaad. Ja, dat is goed. En dan moeten we daar natuurlijk ook een randje bij uitkiezen. Ja. Nou, dit is lichtroze, maar ik wil je toch even voor de zekerheid alle kleurtjes laten zien. Dit zijn alle kleuren lak. Ja, dit ziet er een beetje gedrukt, maar dit is die. Ja. En deze is weer ietsjes donkerder. Maar je kan bijvoorbeeld ook zwart lak, als je dat mooi vindt. Ik denk dat het voor roze lak gaat, omdat op mijn zadel zit ook een mooi roze lakrandje. Ook zo'n lichtroze randje. Ja. Okay, ja, dat is wel leuk. Dus dan denk ik voor lichtroze gaan. Ja, voor lichtroze. En dan willen we ook nog even van jou weten welke kleur je deze steentjes wil. Welke kleur kan het? Ja, best wel veel. Ze kunnen in de kleuren van de Nederlandse vlag, dus rood, wit, blauw. In de kleuren van de Italiaanse vlag, groen, wit, rood. Ze kunnen in het roze, ze kunnen in het zwart, ze kunnen in het goud, ze kunnen in het zilver. Hier is zilver, maar als je roze leuk vindt, dan kan dat ook. Kan het ook in het donkerroze? Ja, denk ik wel. Beetje fuchsia, dus eigenlijk... hoe we dat andere plaatje net hadden, iets meer richting die kleur roze. Ja. Ja, denk dat het ook wel kan. Ja hoor, kan zoveel. Dus jij mag kiezen, Tessa, welke kleur we deze drie steentjes gaan doen. Ik denk dat ik dan voor lichtroze ga, want dat was het mooi bij de laars. Ja, en mooi bij je zadel. Ja. Oké, lichtroze. Gaan we dat ook invullen? Nou, helemaal goed, meid. Oké, nou Tessa, ik weet alles wat ik moet weten. Ik ga de order doordoen naar de Nero. Ja, zolang die hier bij mij ligt, mag je er nog een nachtje over slapen, dat je het zeker weet. Maar zodra die eenmaal door is naar de Nero, dan kunnen we er niks meer aan veranderen. Oké. Dus je moet echt goed zeker weten. En dan gaan we 8 weken wachten. Ja. Tot ze komen. Dus je moet even geduld hebben, maar ik ga jou bellen tegen die tijd als ze er zijn. En dan gaan we ze passen. Dat moet wel goed zijn. Ja. Ja? Blij? Ja, heel erg. Zo. Nou, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ga ik naar mijn eentje en dan zie ik je. Ja, nou, lekker paardrijden en nou, we houden contact. Ja? Ja. Is goed, doeg. Dankjewel. Doeg. Hallo, hallo, hallo. Het is vandaag dinsdag. Ik wou maandag zeggen, maar het is dinsdag. We zijn nu bij de Horse Store. En mijn laarzen zijn klaar, dus we gaan ze bekijken. Jij komt denk ik voor je laarzen. Ja. Spannend. Ja, zullen we samen kijken? Ja. Ja, die zijn echt heel gaaf. Mooi? Ja. Ja. Super, hè? Nou, hopen dat ze passen. Ja. Gaan we elkaar samen kijken. Mag je schoenen even uitdoen? Ja. We gaan ze even passen met zooltje. Als het wat te strak is, halen we het zooltje eruit. Dan zijn ze eigenlijk wat ruimer. Dan kan je ze altijd zonder zooltje inlopen. De voet kan je gewoon zelf nu het beste voelen. Dat kan ik natuurlijk niet voor je beoordelen. Maar eigenlijk zien de hoogte en de kuit er heel mooi uit. Net ruim genoeg dat je ook nog een beetje erin kan groeien. Dat is wel fijn aan deze laarzen. Je bent denk ik nog niet helemaal uitgegroeid. Dus zonde als je er te snel uit bent. Toch? Ja. En het zooltje kan je altijd nog eruit halen. Daarmee maak je ze een halve maat groter. Ja, dus eigenlijk alle ruimte om een klein beetje te groeien. Ja, zitten ze lekker? Ja, heel erg. De laarzen die ik tot nu toe ben gewend, die zijn rond. Ja. En dan is deze... Ja. Ja, dat is wel chiquer eigenlijk. Ja, dat wel, ja. Ja, ze zijn echt heel gaaf. Prachtig, hè? Heel mooi. Ik ga even over het onderhoud vertellen. Je zet ze een keertje in het vet wat je erbij krijgt. Daarmee maak je ze een klein beetje soepeler. Dan ga je ze een klein beetje inlopen voordat je ermee gaat rijden. En moet ik er dan ook echt mee gaan
Lopen? Ja, gewoon een beetje in huis meelopen. In huis, oké. Half uur, uurtje. Hè, dat het leer gewoon een klein beetje naar jouw been kan staan. Nou, op het moment dat ze comfortabel zitten, ga je ermee rijden. En als je er eenmaal mee gaat rijden, dan ga je er weer zo min mogelijk meelopen. Want anders is het zonde, dan slijten ze te snel. Ja? Qua onderhoud, nooit zadelzeep, geen leerolie. Gewoon de crème gebruiken die je daarbij krijgt. Dat is gewoon het beste voor het leer. Ja. Ja? Of het onderhoud zet je van de Nero, daarmee kan je ze een beetje schoonmaken. En daarna gewoon weer in de, een soort balsem zit daarbij. En dan hou je ze gewoon netjes. Okay. Dus nadat je ze een beetje ingelopen hebt en je gaat daarmee rijden, ga je er weer zo min mogelijk mee lopen. Probeer ook echt weg te blijven bij de spuitplaats, want dat is echt zonde van het leer. Ik krijg voor mij een hele mooie set daarbij van de Nero. Daar zitten twee sponsjes bij en een cleaner. Met de cleaner kan je ze dan reinigen. Dan laat je ze een klein beetje drogen. En vervolgens met de crème kan je ze dan insmeren voor het onderhoud van het leer. Beloof je dat je dat braaf gaat doen? Ja. Ja. Oké, goed. Dan noemen we die erbij. Ja? Ja. Oké. Heb je nog vragen verder? Denk ik niet. Nee, hè? Als er iets mee is, wij hebben een goede service. De Nero heeft een goede service. Kom je altijd bij me terug. Kijk je er samen naar. Ja? Ja. Oké, nou top. Hartstikke veel plezier. Bedankt. Sowieso, heel erg bedankt De Nero en heel erg bedankt Danielle van Graag de Horstor. Als je meer informatie wilt over de Horstor zelf of over de laarzen van De Nero, kan je hier beneden kijken. En daar staan dingen zoals haar Instagram, mail, Facebook, de winkel zelf. Ik ga nu deze laarzen gebruiken als wedstrijdlaarzen. Want ik vind ze een beetje zonde om heel veel te gebruiken. Omdat ik bang dat het verkleurt of dat het misgaat. Dit worden mijn wedstrijdlaarzen. En ik ben er echt heel erg blij mee. Dus nog een keer echt heel erg bedankt. Graag gedaan. En nogmaals, heel veel plezier ervan. Maar dat gaat wel goed komen, denk ik. Ja. Oké. Okay.